Jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst een deel van ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Rijke hier hanteert. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording en ik dacht dat kan niet. Dat. Excuseer. Excuseer aan meneer. Dus je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier aan het gebeuren is. Sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet aan. Dus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes.